Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Build With Tim. Iemand moet daar een liedje van maken. Eenmaal andermaal iemand? Niemand? Oeh, teleurstellend. Jammer. Oftewel, wat we vandaag gaan doen. Geen idee. Lekker bouwen, zoals normaal. Right? We zien wel, dat is hoe ik bouw. Ik bouw meestal gewoon maar wat. En dan uiteindelijk komt er wel iets moois uit. Ik wou iets doen met het dak, waardoor dit niet gewoon één grote lap gras werd. Oftewel, ik heb besloten om hier een soort scheiding te doen. Van dat gras. Misschien doen we een ophogingtje. Veel mensen heb ik gehoord over een tweede verdieping. Mogelijk is die heel interessant hier. De tweede verdieping. Dus wat we gaan doen is dat uitvogelen. Ik gooi hier even een lap snow op. Dat kunnen we later nog wel mooi maken. Dat maakt niet zo. Niet snow, maar 80. Zo. Kijk eens aan. Dat moet ook even weg. Anders is het niet symmetrisch. Gaan we kijken voor die bovenverdieping. Zo. Wat ik nu aan het doen ben is weer random palen. Kijken of het een beetje mooi kan worden. Als hier nou een master bedroom komt, zou dat wat zijn. Daarnaast wil ik kijken of we een beetje kunnen spelen nu met andere vormen dan vierkant. Oftewel, wat we gaan doen is even kijken vanaf hier. Oké, dat moet zo. Eén en al proberen is dit, jongens, dus calm down. Als het mislukt, dan komen we er vanzelf achter. Oké, dit moet strakker. Oké, is dat een mooie vorm? Ik denk dat deze nog eentje langer moet. Oké, let's do this. Ik heb er een gevoeltje voor. Ik denk dat het iets kan worden. De gevoelens beginnen te kriebelen. Oké. Ik weet niet of dit wel wordt, hoor. We zullen zien. Tok. Het is weer iets aparts, namelijk. Doe zo. Ik denk dat we er wat sneeuw bij moeten pakken. Wat snow. En daarmee bedoel ik deze snow. Sowieso moeten we dit even mooi symmetrisch maken natuurlijk. Hè? Zodat we allemaal klopt. Dus hier ook. Oeh, eentje te veel. Klopt dat allemaal weer? Ook iets wat we kunnen doen is nog om het interessanter te maken dit. Kleine details. Ze doen wel wat. Dus dat doen we gewoon. Dan hier deze muur kunnen we gewoon recht houden. Dat is echt geen probleem. Hier daarentegen moeten we wel even deze trekken. Gewoon voor symmetrie. Symmetrie. Ja, ja, oui, oui. Oké. Dit is grappig, maar maar, weet je. Maar het is niet mooi. Het is echt niet mooi. Daarom probeer je dit soort dingen uit. Eens kijken of het iets wordt, maar dit wordt hem echt niet gewoon. Maar we kunnen wel kijken nog verder naar die bovenste verdieping, hoe we dat gaan doen. Ik denk dat we, als we met ronde vormen gaan werken. They found me. Ik probeer dit altijd zo privé mogelijk te doen. Maar ze vinden me eigenlijk altijd. Zolang ze niet in de weg vliegen, zal ik niks zeggen. Tuk. Zo. Zo. En hebben we dat. Oké, hoe gaan we dit verder doen? Om eerlijk te zijn, dit kan interessant zijn. Dit ietsje verder doortrekken dan de rest.
ook het hele gebouw gebeuren. Oh, zo. Dan die weg. Zo. Ik denk dat hij zelfs nog twee verder mag. Oké. Weer een raar ideetje in Tim's hoofd. Don't worry, het komt goed. Oké. Wat we dan doen is vanaf hier naar hier. Kijk, nu zit hij in de weg. Slash kick slash span spy. Zo. Oké. Dan hebben we dit. Oké, wat gaan we hiermee doen, Tim? Welke rare ideeën komen hiermee in me op? Zo. Deze doe ik 2 hoog. Ik weet niet waarom, maar deal with it. Ik weet niet, even wat. Ik doe nog maar eentje hoger. Zo. Awesome. Dan hier moeten we aansluiten op de muren. Die geheid gaan komen. Serieus. Ah, zo annoying. Zo. Dan hebben we dit. Hier doen we dan maar 1. Zo. Oké. Dan nu. Gaan we hier een mooie muur van maken. Hetzelfde hier. Een soort hoek. Versteviging. Dit dak gaat hier gewoon open, denk ik. Of we laten het doorlopen op een of andere manier. Ik weet niet hoe we dat gaan doen dan, maar dat is helemaal raar wat ik niet doe. Oké. Just trying shit out. Don't blame me. Hier dacht ik sowieso aan een soort balkonnetje. Het is gewoon een plek waar je kunt zitten, staan. Maar dan moet het eigenlijk wel loopbaar zijn, zoals ze dat noemen. Maar dat kan nog, het kan. Zo. Kunnen we hier een soort van zitten nu? Dan kunnen we hier een soort van barricade nog omheen maken? Kunnen we hier de deur plaatsen? Kunnen we hier nog een gedeelte raam. Just doing shit hier. Komt er vanzelf. Oké. Nou, hier moet nu duidelijk ook ruimte zijn om te lopen. Oh, this is so hard. I got a tough time here. Het probleem is, ik moet nog een manier hebben om boven te komen, hè. Het is allemaal leuk en aardig dit, maar we zijn nog niet boven. Als je van beneden komt, moet je ook nog goed naar boven kunnen. Dus een eerste denk ik wat heel handig is, gewoon dit helemaal doortrekken. Zo, en dan / set. Wood. Wood. Tada! Kunnen we ook meteen hier zien hoe epic dit eruit ziet. Set wood. 80. Oeps. Set wood. Zo. Nee.
Hebben we dit hier ook? Oké. Kunnen we hier dit plaatsen? We kunnen ook doen dat hier geen manier naar beneden is. Dat we alleen een manier naar boven hebben. Of wat we kunnen doen is dat je via buiten... gedeeltelijk via buiten, laat maar zeggen... de kelder in kan ofzo. Nou, dat heeft wel wat. Dan doen we dat niet. Dan moet de trap wel symmetrisch weer zijn. Oké. Oké, sure Tim. Ja, dit wordt een hele rare beeld. Maar het komt er wel, het komt er wel. Het heeft iets op het moment. We doen dan ook zo. Dit is echt om te laten zien, dit is buiten. Dan hierboven moeten we nog iets anders doen. Ik zag hier trouwens een trucje voor in iemands anders beeld. Ik vond het wel wat hebben om eerlijk te zijn. En sinds mensen toch willen dat ik er meer kleur in verwerk. Dan gaan we dat niet doen. String. Zo. Dan, wat was het? Zo. Oké. Ik weet niet of dit wat wordt, maar... zo. Kijk, en dan kan het niet. Als deze strings er zijn wel. Oké. Dan nog iets wil ik doen en dat is... /s copy. En nu wat ik wil doen is... kijken of ik dit kan verwijderen. Oké. Surprise, surprise daar. Dan /s paste. Shit, kan niet. Oké. Dan moeten die strings er zijn of we moeten een andere originele manier vinden. Dus /s. Undo. /s. Undo. 3 keer geundoed. Nog een keer geundoed. Oh shit. /s redo. Oké. Nu is weer goed. Is dit het dan? Ik denk dan wat we willen doen is dat dit nog eentje hoger gaat. Perfect, dankjewel. Zodat het niet direct in het zicht zit. En dit is op zich een prima patroontje, dus zo erg is dat ook weer niet. Welke kleurtjes pakken we? Pakken we rood en zwart? Ik weet niet, ik vond dat niet echt heel goed. Zit hier. Misschien iets groens. Groens en niet wit, want wit hebben we al te veel. Blauw. Groen en blauw, nee. Groen en zwart, nee. Groen en rood. Ja. Dus... het wordt wat. Het heeft iets. Ik vind dit echt een heel cool iets. Toen ik het zag, dacht ik echt van... oeh, fancy. Het ziet er ook naar uit dat we... nee, niet nog één. Dit allemaal nog eentje moeten uitbreiden. Ik vind het jammer dat er niet een trucje is zonder die strings. Maar voor nu doen we gewoon alsof het een soort van versteviging is. Dan moet dit echt weg. Dit past niet. Ik weet niet. Misschien moeten we voor in de hoek. Misschien moeten we gewoon inderdaad zo doen.
Zo. Soort van versteviging nog. Niet dat het echt in niks zweeft. Dat mag. In Minecraft, maar... Ik hou dan nog van een beetje realisme. Dus dit is een heel apart feature in ons huis. Maar, zoals je ziet, de kleur voegt wel veel toe. Ik zie ook potentie om zoiets terug te laten komen ergens nog in het huis. Bijvoorbeeld in de tuin, daar een parasolletje met dezelfde kleur. In de voorkant misschien nog die kleuren verwerken. Gewoon een beetje kijken of we wat meer kleuren in kunnen mengen. Nu, het vervelende gedeelte waar de trap moet komen. Oké, dit werkt ook niet, by the way, dus... Zo. Dan moet dit maar zo. Dan moet dit ook zo. God damn it. Zo. Oké, dan is dat wat symmetrischer. Ik denk sowieso dat dit niet heel mooi is. Van binnen. Dus wat we gaan doen is het gewoon weghalen. Scheelt natuurlijk namelijk veel problemen om het gewoon anders te hebben. Oké, wat ik ook wil is hier nog een soort van grasdak. Dus het grasdak doen we hier. Oké. Zo. Hier doen we paints, denk ik. Zo. Je komt echt super ver gewoon. Soms even gewoon heb je zo'n inspiratiebronnetje. En ineens heb je weer een heleboel coole dingen erbij. Set, glass, paint. Oké. Dit heeft wel wat natuurlijk, maar dit kan niet. Dan gaan we zessen. Nee. Gaan we dit mooi maken. Ik denk dat we even de kwarts er weer bij moeten halen. Oké. Ik dacht er ook al aan hier binnen om werk te zijn, dus. Doe zo. Maar daar een mooi raam. Dus hier komt de master bedroom, dus even gewoon... Om dit aan te geven. Hier komen dan twee bedden. Ik denk inderdaad dat we hier gewoon die trap moeten maken. Dan even kijken. Dus gewoon even spelen. Oké, helemaal goed. Ik wil hier beginnen. Oké, awesome. Kunnen we hier gewoon, volgens mij, dit doortrekken? Of willen we hier wat hout hebben? Ik denk dat dat wel wat heeft trouwens. Weer dat meerdere kleuren erin verwerken, zoals gevraagd werd aan me. Gewoon dit hout even doortrekken. Zo. Perfect. Perfect. Nou, hier weer een beetje een ophoging. Hier ook eigenlijk wel een grote ophoging weer te zijn. En dan wil ik... Klopt hier iets niet? Hier een dak. En dan hier... Is het misschien weer heel leuk? Misschien. Maar ik moet wel even iets fixen eerst. Die had ik eigenlijk nodig, maar we pakken wel opnieuw. Dat we weer iets terug laten komen wat we net hebben gemaakt. Zo. Dat we weer, laten we zeggen, dit terug laten komen. Maar dan dat het hier een beetje uitsteekt. Dus dit kunnen we dichtgooien. Gaan we het met muur dichtgooien? Ik denk dat we het met muur dichtgooien.
Oké. Zal wel uitproberen. Waar zijn ze? Ik ben op zoek naar kwartslaps. Mis ik ze nou compleet? Oh, hier. Sneaky bastards. Oké. Oh, die. Dit is gewoon puur om te kijken of Stringer zo in kunnen verwerken. Pff, dit is vervelend werk. Ik moet namelijk kijken of dit werkt. Mijn hoofd werkt het. Oké. Dan weer die. Kijk hoe dit uitpakt. Ja, dit ziet er geweldig uit. Van buiten ziet het tenminste geweldig uit. Nu hopen dat het van binnen niet al te raar uitziet. Zo. En dan nog even de groene pakken. Dit voegt veel toe. Ik ben blij dat ik dit niet in één keer allemaal bouw, maar dat ik het in fases bouw. Ik krijg veel coole nieuwe ideeën. Nou, dit ziet er allemaal prima uit. Dit is gewoon versteviging dan. Moet je een beetje improviseren, zoals ze dat noemen. Ja, dit vind ik heel cool. Dit vind ik echt heel cool. Die toevoeging. Dan nu dit. Hoe gaan we dit doen? Die dichtmaken. Nu moet het hier ook weer gebeuren natuurlijk. Zelfde idee. Oké. Even kijken hoor. Of we dit kunnen aanpassen. Zo. Ik denk dat dit gewoon schattig is. Gewoon een kleintje. Zo. Tada! Kleine ingangetje, uitgangetje zo. Gewoon dat je een beetje uitzicht hebt op je familiebuurt. Hier gaan we denk ik even hetzelfde herhalen. Dus dit is de slaapkamer. De badkamer moeten we beneden maken. Daar heb ik ook al het perfecte plekje voor. Dus dan moet je de trap af voor de badkamer. Niet echt een probleem om eerlijk te zijn. Maar ik wou zeggen, daar hebben we namelijk... Oeh, dat is interessant. Zit een beetje in de weg. Kunnen we dit doen? Ja, dit moeten we ook nog mooi maken. Maar ik dacht Oh nee, natuurlijk niet. Dat kan niet. Zo, here we go. Het gaat niet op deze manier. De trap moet ook loopbaar zijn en dat was hij net niet. Dat was niet fijn om op te lopen. Laat me zeggen dat je je hoofd stoot, dat soort dingen. Zo. Oké, prima. Wel moet ik dan even dit nog doen. Dan moet ik dat ook voor dit doen. Dit moet weg, natuurlijk. Nu moet dit mooi geplaatst worden. Persoonlijk wou ik eerst deze tegen de muur doen, laat maar zeggen. Zo heet het. Tegen de muur, daarmee bedoel ik dat ik hier tegenaan had gezet. Maar dan kon dat allemaal niet. Dat zou jammer zijn. Daarnaast moeten we even veel licht gaan plaatsen. Klok, klok, klok.
En dan ben ik zo terug en dan ga ik even kijken hoe ver ik ben met opnemen. Veel te lang, zoals normaal. 25 minuutjes, heel netjes. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Let's Build with Tim.